Chaos bij Eindhoven Airport. Dikke mist legde al het vliegverkeer plat. Een enkel vliegtuig kon nog landen, maar daarna werden veel vluchten geannuleerd of omgeleid. Mensen kwamen toch naar het vliegveld om er daar achter te komen dat hun vlucht niet ging. Het zat al 1,5 uur in de rij. Ja, het is niet anders. Nobody can help us. Ryanair is not here in Eindhoven. And we have no telephone number. Now? We don't know. We need help. 9 vluchten werden geannuleerd en nog eens 14 vertrekkende vluchten liepen grote vertraging op. 13 vliegtuigen die in Eindhoven hadden moeten landen, werden omgeleid naar andere luchthavens zoals Maastricht, Wezen of Keulen. En dit betekende dus voor veel reizigers lang wachten of een andere keer op vakantie. U kunt uw bagage ophalen in de aankomsthal. Vanaf 7:30 denk ik, in het vliegtuig gezeten, tot half uurtje geleden. Tot 11:30? Nou ja, ik denk het. De tijd ging zo snel, maar we hebben wel echt heel lang in het vliegtuig gezeten. Eigenlijk, ja, gaan we nog weg? Ja, nee. Nou, wij gingen heel vrolijk, kwamen hier binnen. We hadden zin in onze stedentripje en we staan hier nog steeds. We hadden al betras kunnen zitten in Valencia, maar dat ging helaas niet door. Conclusie, u gaat niet, de koffers zijn weer terug? Ik ga niet, nee, het wordt ineens gecanceld. Ja, je krijgt alleen te horen dat je je vliegtuig uit moet en boek maar een nieuwe vlucht en succes ermee. En ja, we hebben natuurlijk van alles geboekt, ook de terugvlucht. En dan moet je dan zelf maar even uitzoeken. Al deze ellende is te voorkomen met een update van de zogenoemde ILS, het Instrument Landing System. Nu kunnen vliegtuigen alleen landen als ze op 60 meter hoogte de landingsbaan kunnen zien. Met een vernieuwd systeem kunnen ze langer doorvliegen, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde. De startlandingsbaan is van Defensie. Het gaat over een miljoenen investering. Als je het gaat doen, dan doe je het tegelijkertijd met het groot onderhoud. Dat betekent dat de startlandingsbaan open gebroken wordt en dat er dan een paar weken niet gevlogen kan worden, helemaal niks. Dus dat heeft voor alle partijen echt effect. Er wordt al lang gesproken over een nieuwe ILS. Maar over een paar maanden wordt de knoop doorgehakt. Als het er komt, wordt het systeem in 2025 aangelegd en kunnen vliegtuigen ook op een dag als vandaag gewoon opstijgen.